Ja, Tilburg University is voor mij specifiek belangrijk geweest, omdat ik daar natuurlijk mijn econometriestudie heb gevolgd. Het was in die tijd zeker een universiteit waar econometrie hoog stond aangeschreven. Dus wilde je econometrie studeren 30 jaar geleden, dan ging je naar Tilburg University. En ik denk dat met de verschillende richtingen die we daar toen hadden, op de logistieke kant en ook op de financieel-economische kant, dat het mij heel goed gevormd heeft voor een baan, in ieder geval zeker in de financiële wereld. Hoe belangrijk is econometrie voor u als bankier? Ja, als bankier is econometrie zeker belangrijk, want bankieren is een steeds kwantitatiever vak geworden. Waarbij we onze beslissingen vaker nemen op het basis van getallen en iets minder op kwalitatieve aspecten. Dus dat econometrie in de bankiersvak, dat een belangrijk onderdeel is, dat is eigenlijk al 20 jaar aan het groeien en dat gaat niet ophouden. Sterker nog, met de digitalisering van bankieren en het verzamelen van veel data is een ander onderdeel van econometrie data science en het analyseren van data en het vinden van oorzaak en gevolg in data wordt steeds belangrijker. Dus voor het bankiersvak wordt het steeds belangrijker. Als CEO heb je er zeker wat aan, maar als CEO moet je ook altijd werken met een team waarin andere aspecten ook naar voren komen. Dus mensen die goede operationele ervaring hebben, mensen die een goede juridische ervaring hebben en achtergrond hebben. En wie dan precies de CEO is van deze verschillende mensen, ja, dat kan soms de jurist zijn en soms is het de econometrist.